Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Van Schijndel Bouwgroep. Welkom bij dit extra programma over Indoor Brabant vanuit de Brabanthallen in Den Bosch. Oh, even eentje ontwijken. 4 dagen lang paardensport is hier te zien. Van alles natuurlijk. Veel dressuur op muziek, maar ook veel springen. Van regionale top tot wereldtop. En voor diegenen die even iets anders willen dan toekijken vanaf de tribune, is er altijd nog een promodorp waar van alles te koop is voor jong en oud. Wat vindt u ervan om hier bij Indoor Brabant te zijn? Nou, geweldig. Mijn dochter heeft me besmet met het paardenvirus. Want tot voor een aantal jaren geleden had ik daar echt helemaal niks mee. Ik ben nog nooit in een manege binnen geweest, nog nooit in een paardenstal. Maar ze neemt me mee en maakt me enthousiast. Dus dat is leuk. Ja, alsjeblieft. Je hoeft alleen maar je barcode te activeren. Dit jasje moet het worden? Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben nog even aan het kijken, maar hij zit wel goed. Dus... Maar wel zoiets? Ja, wel zoiets, ja. Het mooiste is dat ik van stukjes stof, linnen, flanel en molton, dat ik daarvan iets maak wat eeuwig blijft bestaan. Is dat zo, ja? Dat blijft eeuwig bestaan? Ja, normaal gesproken wel. Hij moet of verbranden of opgegeten worden, anders blijft hij bestaan. Ik heb het hoedje 3 jaar geleden laten maken en Boy die het gewoon weer fantastisch maken. Elke keer als je het vraagt, het gewoon kosteloos. Dus dat is een super mooie service. Met zoveel hoeden moet ik er natuurlijk zelf ook eentje proberen. En dit is niet zomaar een hoed, want dit is een hoed van konijnenhaar met een band van kangoeroeleer. En deze hoed krijgt ieder staatshoofd cadeau als die Australië bezoekt. Wat is dat precies? Dat is een frontriem voor mijn pony. En die ga jij nu kopen? Ja. En waarom die? Omdat ik hem mooi vind en ja, past bij mijn pony. En dat allemaal hier bij Indoor Brabant? Ja. Dit wordt een Kareltje. En Kareltje, dat is de mascotte van de Stichting Parapaard. Voor de gehandicaptenfonds. En dit is de knuffel die ik ontworpen heb. Nu wil ik hiervan, van klei, dat wordt dan het model voor een spaarpot voor Kareltje. Dus dan kunnen kleine kinderen hebben dan de knuffel. En de grotere kinderen kunnen dan voor het goede doel sparen. Dan hebben ze gelijk een leuk object in hun kinderkamer. Kijken naar dressuurwedstrijden gaat voorgoed veranderen. Tenminste, als het aan Frank Kemperman ligt. De toernooidirecteur van Indoor Brabant introduceerde een speciale app waarmee bezoekers dressuurwedstrijden zelf kunnen jureren. Kijken wordt dus meedoen. Voor het grote publiek is dressuur een moeilijke discipline om te doorgronden. Zeker als het gaat om de jurering. De organisatie van Indoor Brabant wil daarom de dressuursport inzichtelijker maken. Het is belangrijk dat mensen begrijpen wat er gebeurt. Je hebt natuurlijk de echte insiders die weten dat, die kennen dat. Maar we willen dus dat de sport toch begrijpelijker maken. En daar hebben we allerlei methodes voor. En een van de mooie methodes is om het publiek activeren en laat ze zelf maar meejureren. Meekijken wordt dus meedoen. En om dat mogelijk te maken is er een app voor de smartphone ontwikkeld waar toeschouwers mee kunnen jureren. We hebben dat vorig jaar in mijn andere rol als directeur van het COA Aken hebben we dit ontwikkeld samen met SAP. Ja, we zijn heel blij dat het nu het eenmaal het systeem staat, dat we het ook in de Brabant kunnen halen. Dus met de grote internationale wedstrijden, mooie namen, is dat natuurlijk fantastisch. De app heet Audience Judging en hoeft niet apart geïnstalleerd te worden op de smartphone. Surfen naar audiencejudging.com is genoeg. Omroep Brabant kreeg afgelopen donderdag uitleg over werking van de app.
Wat we eigenlijk doen is dat de fan op de stoel, zou ik bijna zeggen, van de jury kan gaan zitten om ook te beleven wat de jury doet om te beoordelen tijdens de handelingen die worden gedaan. Als je hier naar Join In gaat, dan kom je in de applicatie terecht. En wat je hier ziet is eigenlijk de wedstrijddagen die je hebt. Dan zie je hier eigenlijk alle judges zie je hier ook terug. Dus wie er eigenlijk jureren. En als we dan hier weer doorklikken, dan krijgen we eigenlijk alle handelingen die tijdens die dressuur plaatsvinden. En waarop je zeg maar de jurering kan doen als fan. Dan krijg je hier allerlei informatie over wat zijn dan de criteria waar jij op moet gaan letten als fan. Dus je krijgt ook informatie van waar moet ik op letten als ik er minder vanaf weet. De app is zowel voor de leek als de echte kenner geschikt. In de standaardmode geef je alleen een cijfer voor de proef in zijn geheel. En in de expertmode jureer je per oefening, zoals een echte jury dus. Direct na de proef kunnen de deelnemers hun score vergelijken met die van de juryleden en de andere toeschouwers. Dat de jury lacht erom. De jury vindt het fantastisch dat het publiek mee zit te jureren. En dan zul je dus straks op het bord zien, de juryoordeel is 72%, het publiek zegt 76%. En dat is natuurlijk fantastisch, dat ze maar meebeleven en voor de jury ook een beetje wakker blijven. Het is echt gewoon perfect is dit. Ja, ik denk echt dat het alleen maar helpt. En wij als Indo-Brabant, wij willen natuurlijk ook met allerlei dingen bij blijven vernieuwen. En daarom is het echt wel super dat we hier dit naar voren kunnen brengen tijdens dit evenement. Ook in de paardensport wordt er dus veel geïnnoveerd. Kijk naar bijvoorbeeld deze eventing-app. Als toeschouwer beleef je de wedstrijd vanuit de ogen van de ruiter. Deze innovaties zijn volgens Kemperman nodig om de paardensport interessant te houden. Hij denkt dat de jury-app tijdens de Olympische Spelen van 2022 gebruikt wordt. Het loopt al goed op grote evenementen. De grootste evenementen gebruiken het nu, dus moet je het IOC van overtuigen. En het IOC zegt, jullie moeten je sport moderniseren. Dus het IOC zegt tegen ons, moderniseer je sport, maak je sport begrijpelijker, trek een groot publiek aan. Dus voor het IOC moeten we alle dingen doen. En een van de instrumenten kan zijn om een app te hebben. Dan zeggen nee jongens, het publiek wordt erbij betrokken. De derby tijdens Indoor-Brabant is natuurlijk garantie voor één brok spektakel. Van de ene naar de andere hal sprinten, zo snel mogelijk. En dan ook nog over wat hindernissen heen. Dat is natuurlijk smullen voor het publiek. Wie er dit jaar de sterkste was tijdens Indoor-Brabant gaan we zien in de volgende samenvatting. Het commentaar is van Paul Post en Piet Rijmakers. En hier een talent, Lisa Noren. Dochter van Henk, jou wel bekend Piet, ja, een generatiegenoot van je. Inderdaad. Ja, dat is een mooi verhaal hè, van die Lisa. Ja. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Kijk, het dan. Ja, dat zien we hier zelden. Ik wilde net vertellen dat zij als een van de grote talenten gezien wordt. Dochter van Henk, laatst een concours in Piek gewonnen, ruim 100.000 euro daarmee gewonnen. Ze wint de grote prijs van La Coruña. Ja. En nou gebeurt dit. Ze heeft gewoon totale foute afstand krijgt ze. En ze valt lelijk. Ze valt op de schouder. Ik ben bang voor de stuttelbeen. Ja, toch. Ze gaat... Ja. Serieus. Ja, dit is een ernstig geval. Ja. Iets wat we toch in al die jaren met even de derby zelden zien. Hier zien we wat er gebeurt. Ja. Hij springt gewoon het lokpunt te vroeg weg. Ja, een mistiming. Kijk, hier een rare tussendribbel. Ja, ze valt op de linkerschouder. Ja, ik zie het paard weggevoerd worden. Daar, daar is schijnbaar niks mee aan de hand. Nee. Maar het Lisa Noren, die lijkt haar sleutel meegebroken te hebben. Romain Duguier met Cacharel, een Zwitser. Wat weet jij van hem, Piet? Is een hart en zielende winnaar. Hij wil heel graag winnen, maar hij zegt van tevoren tegen mij, Piet, hij zegt, ik ken het paard te weinig. Hij zegt om te weten wat hij gaat doen. Maar het is eigenlijk pas het tweede parcours dat hij hem bij zich heeft. Maar ik denk, het lijkt erop dat je toch wel alle risico mee pakt. Dit heeft een lekkere vaart zo in ieder geval. Ja, ik zeg al... Ja, prachtig. Oh ja, dit gaat erg snel. Ja. 27, 28 seconden waarin hij het gangetje ingaat. Ja, dat is het mooie van die tijd van der Schans. Er zal nou niemand meer een beetje berekenend kunnen gaan rijden. Als je wil winnen, dan moet je voluit gaan. En dat doet deze Duguay. Met Wouter van der Schans 37, 98.
Ja. Vrijwel eenzelfde tijd als Van der Schans. Het zal echt om deze laatste hindernissen gaan. Kan hij de vaart erin houden en kan hij foutloos blijven? Hij toucheert hem, maar de bal blijft hangen. De dubbelsprong lijkt ook goed te gaan. Ja. En dan nog één hindernis. Ja, het zal erom spannen. Het gaat erom spannen en hij is sneller. Ja hoor. Prachtig. Ongelooflijk. Ja, mooi. En weet deze Leopold van Asten wat hem te doen staat. 2012 werd hij hier tweede, dus hij weet wat het is om voor de prijzen te gaan. En hij weet ook dat deze wedstrijd door de regionale omroep, zijn eigen regionale omroep, Omroep Brabant, uitgezonden gaat worden. En dat is voor veel van deze ruiters toch ook een stimulans om voor familie en vrienden die voor de tv kijken toch wat aardig neer te zetten. Hij rijdt heel goed. Ja. Ja, het gaat snel. Het zou misschien nog iets sneller moeten en kunnen om echt voor de koppositie te gaan. Maar tot nu toe ziet het er prima uit. Ja, hier ook niet. Hele mooie bocht gereden daar van 7-8. Ja. Dat lijkt het paard weinig te deren, die donkere gang. Maar dit kan nog aardig gaan, want hij heeft een uitstekende tussentijd. Het gaat echt om zijn laatste hindernissen, de snelheid die hij kan bewaren. Misschien de bocht iets groot. Ja, wel heel goed tevoren. Maar het komt goed uit. Ja, en dat is ontzettend zonde. Ja. Want we konden gaan aftellen en dan zou hij die snelste tijd kunnen gaan aanvallen. Wat jammer. Ja, ik durf te zeggen dat zonder die fout hij de snelste tijd gereden zou hebben. Maar zeker. Ja, dan had is ook in, de sport, in deze sport niks waard. Harry Smolders. Kan hij een tweede kruisje achter zijn naam zetten? Dat kan Harry, want het paard heet niet voor niks Quick Nina. En Harry die wil ook niks liever als winnen. En dat is natuurlijk ook het mooie van onze sport. Dat willen wij eigenlijk allemaal. Maar het ligt natuurlijk een beetje aan, hè, zoals dit paard. Kijk, prachtige wedding. Daar gaat het voor. Ja, nou, dat is gewoon mooi. Kijk, en dat wil het publiek ook. Maar het is 9 jaar oud, dus heeft nog niet alle ervaring. Maar, kijk. Heel goed. Maar met zijn jeugdige onbevangenheid gaat het paard met een prima tijd de gang in. De corridor die dan eindigt in deze bak waar twee hindernissen staan. En die worden ook foutloos genomen. Ja, en dan gaat dit een goede tijd kunnen worden als die foutloos blijft. Ja. We zien de tussentijd weer. En ook hij is sneller, maar liefst 1 seconde 62 honderdste. En dat betekent dat hij foutloos moet blijven. Ja, maar en dan doet hij een serieuze aanval op de koppositie. Hij ziet er heel goed uit. Daar gaat het mis. Ja, bedankt Piet. Dat zag er goed uit. Ah, toch. Ja, en dan is de flow weg. En dan rijdt hij, ja, ook, dan komt hij ook met een uitstekende tijd. Ook weer 82 seconden. Over de streep. Dat zou de snelste tijd geweest zijn. Maar er komen er 8 bij vanwege 2 fouten. Afgelopen 2 jaar 5e en 2e geworden tijdens deze derby. Dat geeft aan dat hij het serieus neemt. Dat hij die hoogste positie wel wil aanvallen. Hij kan wat. Maar ja, ik zou hem als grote opdracht, en dat is een dooddoener, maar ik zou hem toch als grote opdracht mee willen geven. Om in ieder geval foutloos te blijven. En dan de snelheid ontwikkelen die hij kan ontwikkelen met zijn paard. Ja, dit is dan toch wel een paard dat tot de laatste hinders toe eigenlijk, zoals wij het zouden zeggen, bloedvoorzichtig blijft. En dat is? Bloedvoorzichtig, dat betekent die tot de laatste hinders, dat paard wil in principe nooit gefout maken. Dus, en Michael is iemand dus die ook geconcentreerd blijft tot aan de laatste hindernis. Oh ja, nou, ik wou zeggen, hij gaat met een prima tijd de corridor in, maar hij tikt een balk of een blok eraf van de hindernis, de laatste hindernis voor de corridor.
En dat betekent eigenlijk dat hij al een kansloze missie terecht is gekomen. Hij heeft nog volop snelheid. Hij komt ook met een prima tijd uit die gang. Maar door die 4 strafseconden lijkt het onmogelijk om nog die toptijd aan te kunnen vallen. Kijk, oh wat mooi eigenlijk. Ja. Maar het bleef op die muur een klein beetje recht. Ja, uitstekend. Wat ontzettend zonde. 81,77. En dan zo'n stomme fout, Piet. Want iets anders kan ik het toch niet noemen. Nee, ja, inderdaad. Gewoon een stomme fout. Dat kon Michael ook weinig aan doen. En weten we dat we een Zwitserse winnaar hebben met deze derby. Romain Ducouet. Ja. Als je denkt dat je alles meegemaakt hebt, nou, dan word je toch nog verrast hier bij Indoor-Brabant. Het was 4 dagen genieten van paardensport in al zijn facetten. Een heel bijzonder evenement was het weer in de Brabanthal in Den Bosch. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en graag tot de volgende keer.